Er werd dus een luchtshow gehouden. Dat was aangekondigd in de krant. En de vaandrig van de Anthony Fokker groep luchtverkenners van de Heemsteedse Scouting gaf een demonstratie met een radiografisch bestuurd modelvliegtuig. En tussen de Haarlemse en Kennemer luchtvaartclub werd een wedstrijd gehouden met modelvliegtuigen. En 15 specialisten van de club traden op met benzinevliegtuigjes die een snelheid van wel 150 km per uur konden ontwikkelen. En met een grote ballon konden waaghalzen hun luchtdoop krijgen met kabelopstijgingen. Maar het letterlijke hoogtepunt van die dag was de opstijging van de ballon aan het einde van de middag voor een tocht met onbekende bestemming, wat een tocht met een onzekere afloop zou worden. Daaraan waren ook allerlei wedstrijden verbonden, zoals wie raadt hoe hoog de ballon komt en wie raadt waar de ballon landt. Om 2 uur stroomden honderden belangstellenden het terrein op en zagen toe hoe de ballon van het echtpaar Jo en Nini Boesman van de Haagse Ballonclub werd opgetuigd. Dit echtpaar was wereldvermaard. In binnen- en buitenland maakten zij ballontochten. In Haiti werd Jo zelfs geëerd met een postzegel. En Nini was de eerste vrouw met een ballonbrevet. Jo schreef ook diverse boeken over ballonvaart, die vaak als hand- en instructieboek voor de aviatiek werden gebruikt. Maar Godfried vatte alles simpel samen met: voor een ballon zijn 2 dingen noodzakelijk: een buitengewoon groot inkomen en een buitengewoon groot verstand. Veel mensen hielpen met het opstijgen. Een ballonmeester, een terreinmeester, een gasmeester en een aantal helpers. De ballon werd gevuld met stadsgas, oftewel lichtgas, en daarna werd het bijgevuld met het zeer brandbare waterstofgas. Roken was ten strengste verboden. Men herinnerde zich nog de ramp met de Hindenburg. Ondertussen gaf Jo Boesman via een microfoon uitleg en de toeschouwers mochten vragen stellen. Hij vertelde dat de grijze ballon Harry Dunant heette en de gasballon mat 300 vierkante meter met een inhoud van 750 kubieke meter. Het was toen de grootste gasballon ter wereld. De ballon was gemaakt van een dubbele laag katoen, gedrenkt in rubber om hem gasdicht te maken. In de 155 jaar ballonsport was er in Nederland nog nooit een slachtoffer gevallen, beweerde Boesman. Toen de ballon half vol was, werd aan het net de wimpel van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart gehangen en een groot oranje spandoek met het opschrift Heel Nederland haakt in. Dat was een landelijke actie van het Koningin Wilhelmina Fonds om geld in te zamelen voor de kankerbestrijding en de uiteindelijke opbrengst was dat jaar 3 miljoen gulden. Toen de ballon helemaal gevuld was, kon een tiental waaghalzen, als ze 10 gulden betaalden, om de beurt in de gondel stappen en de ballonmeester liet dan de kabel vieren en zo konden ze voor enkele minuten tientallen meters boven de grond zweven. Enkele sterke mannen trokken dan de zwevende gashouder aan de kabel weer omlaag. Rond 4:30 werd het de hoogste tijd voor de tocht met onbekende bestemming. Nini Boesman, de commandante, gaf instructies aan de passagiers. Dat waren de Bloemendaalse wethouder Dries van Geluk, van het wethouder van Gelukpark, en Godfried Bomans. Aanvankelijk zou een redacteur van het Haarlems Dagblad de tocht meemaken, zoals zaterdag in de krant had gestaan. Daarin schreef Bobby Brugsma over onheilspellende voortekenen
als vrijdag de 13e, toen het verzoek om deel te nemen was binnengekomen, en over een gevreesde oostenwind. Die dag stond er zowaar oostenwind. Nou, ik zal nog even Bobby Brugsman laten zien. Ja, ja. Misschien herkennen we sommigen nog wel. Ja. Maar die dag stond er zo bij oostenwind. En ja, ik weet niet of het er iets mee te maken heeft, maar 's morgens kreeg Bomans een telefoontje van hoofdredacteur Robert Pereboom met het verzoek of Bomans hem uit de nood kon helpen, want de bewuste redacteur had zich plotseling ziek gemeld. Ik weet niet of Godfried een gat in de lucht sprong, maar Godfried nam onmiddellijk de kans waar. Want, schreef hij een paar dagen later, een van mijn hybridische verlangens is van jongs af geweest, het zich geluidloos door de lucht voortbewegen. Nou, dan had hij dat een aantal jaren daarvoor ook al gedaan. Hij maakte met de verzetsvrouw en pilote Ida Veldhuizen van Zanten een vlucht met een zweefvliegtuig nabij vliegveld Teugen. Door de dichte grondmist moest het toestel een blinde landing maken en landde vlak tegen de achtergevel van een boerderij. Waar, schreef Godfried, op een bankje een drietal vrouwen zat te breien. Ze keken even op en breiden toen door, wat mij wel enigszins kwetste. Ik zie gaarne dat bij een dramatische ontknoping ook de figuranten zich om niveau van het stuk bewegen. Het is anders voor de hoofdrollen bijna ondoenlijk om eruit te halen wat erin zit. Vlak voor het vertrek bemoedigde de heer Boesman de luchtreizigers en gaf een korte levensschets van de auteur Godfried Bomans voor het geval hij nimmer mocht wederkeren. Ook de ambtenaar voor sport, de heer Cassé, sprak de ballonvaarders toe. In het bijzijn van burgemeester Jonkheer den Tex en zijn vrouw, de wethouders, verschillende raadsleden en andere Bloemendaalse autoriteiten, roemde hij de moed van mevrouw Boesman en bood haar een boeket voorjaarsbloemen aan. Hij roemde de initiatieven van de heer Bomans, maar meende dat die van Van Geluk, schepper van het openluchttheater Caprera, daar niet voor onderdeden. Er werden foto's genomen voor de kranten. Godfried liet zien dat hij zich had voorbereid op een nachtverblijf in de lucht en toonde zijn pyjama. En hij onthulde, ik ben verzekerd voor 100.000 gulden, maar het is mij een raadsel dat ik zoveel waard ben. Er was nog een afscheidskus voor Godfried van zijn vrouw Pietsie. En toen moest het publiek afstand nemen, want de ballon moest worden afgewogen om de stijgkracht te bepalen. En door toeloop van het publiek lukte dat maar deels. Een aantal krachtpatsers drukte de man tegen de grond. En ballast, bestaande uit zand, werd bij beetjes afgeworpen, waardoor het gewicht steeds lichter werd en de stijgkracht groter. En door af en toe los te laten, konden de spierbundels merken of de ballon genoeg steeg. Maar hoeveel er ook werd uitgeworpen, de ballon kwam nauwelijks van de grond. De ballonconcommandante constateerde dat er niet nog meer overboord kon, want minimumballast moest overblijven om op de tocht te kunnen navigeren. Godfried offerde zijn jas op en de wethouder zijn muts, en andere overtollige zaken gingen overboord, maar de ballon bleef te zwaar. Er moest een passagier het schuitje uit. Geen der heren wilde uitstappen. Er werd geloot wie mocht blijven. Of, zoals Bomans later zou zeggen, bij het uitwegen van de mand werd de Bloemendaalse wethouder Van Geluk echter te zwaar bevonden. Slechts mevrouw Boesman en ik bleven over. Van Geluk moest beteuterd ontschepen. Later die dag zou hij toch wel in de wolken zijn. Onder luid hoera van de toeschouwers steeg de ballon om 4:50 als een projectiel echt recht omhoog in de zuidwestelijke richting.
Godfried richtte zich op in zijn volle lengte, dat is op dit plaatje nog wel goed te zien, spreidde triomfantelijk zijn armen en scheen iets te roepen als vaarwel, vaarwel, tot wederziens. Maar dat was eigenlijk onverstaanbaar. De bouwer van een modelvliegtuigje, waarmee op het terrein was gedemonstreerd, had Godfried zijn model meegegeven met het verzoek dit in het luchtruim los te laten. Godfried zwaaide het vliegtuigje uit de mand en in een mooie glijvlucht planeerde het sierlijk naar het opstijgingsterrein, dat daar nu als een nietig grijsgroen zakdoekje onder ons lag. De ballonvaarders wierpen verder wimpeltjes uit voor een aan deze tocht verbonden oranje rally per auto, motor, fiets of bromfiets, en ze moesten zoveel mogelijk strooisels zien te verzamelen. Ook pakken reclamebiljetten dwarrelden regelmatig overboord. De ballon steeg vrij snel tot een hoogte van 1300 meter. Godfried zei achteraf: hoewel we pijlsnel stegen, kreeg ik niet, zoals ik had verwacht, dat merkwaardige liftgevoel in mijn maag. Nini Boesman was gekleed in een paarse overal en had een vliegeniersmuts op. Godfried had slechts een colbert aan en een sjaal om, want hij had immers zijn jas afgegeven. Het zal koud zijn geweest op een kilometer hoogte, maar dat was nog niets vergeleken met wat hem te wachten stond. De commandante had zich vergewist van tevoren van de windrichting. Langs de kust kwam de wind uit het noorden. Ze had gedacht met deze wind misschien Zeeland wel te kunnen bereiken. Maar op die hoogte stond een noordoostenwind die hen naar zee dreef. Met die mogelijkheid was wel rekening gehouden. Jo Boesman had de Noord- en Zuid-Hollandse reddingsmaatschappij in IJmuiden vooraf op de hoogte gesteld van de ballonvlucht met 3 passagiers. De roemruchte reddingboot Neeltje Jacoba zou uitvaren en een oogje in het zeil houden. Boven de Kennemerduinen bleef de gezagvoerder voortdurend naar de hoogtemeter kijken. Godfried schreef: ze hield een soort zorgeloosheid op die ouders in dergelijke situaties tegenover hun kinderen plegen te tonen. Toen ik zag dat het haar te zwaar belastte om voor ons beiden opgewekt te zijn, heb ik haar meegedeeld dat ik zonder bezwaar jas en schoenen overboord zou willen werpen wanneer de aerostaat te zwaar belast zou blijken. Maar dat was niet het geval. We zijn te licht, zei Boesman. Ze liet via het ventiel bovenop de ballon wat gas ontsnappen, waardoor de draagkracht afnam en de ballon daalde. De ballon kwam in een lagere luchtlaag terecht en in een andere luchtstroom, waardoor het naar het zuiden afboog. De ballon voer echter zo laag dat hij 2 keer de grond raakte. Het tweetal overlegde wat ze verder zouden doen. Er komen misschien deze zomer wel betere mogelijkheden, zou Boesman hebben gezegd. Maar beide waren van mening dat het een tikje zonde was om de vlucht nu al af te breken. Boesman dacht dat als ze op een hoogte van 40 tot 80 meter zouden blijven, de vlucht tot Noordwijkerhout wel mogelijk zou zijn. In een krant zou de volgende dag komen te staan dat Godfried zo verrukt was van de reis dat hij per se door wilde gaan. Later heeft Boesman echter weersproken dat Godfried zijn zin zou hebben doorgedreven. Bij het passeren van de zeeweg had de reporter contact met de bemanning. Het gaat prima, had Godfried geroepen, waarbij hij, zoals hij gewoon was, door zijn haardos streek. Het bleek dat mevrouw Boesman haar voornemen een recordvlucht te maken inmiddels had laten varen. Na een kwartier zette Boesman dan toch de landing in bij het circuit van Zandvoort. Plotseling zag zij motorrijders met veel lawaai rijden en durfde het niet aan. De schepelingen besloten toen maar achter het dorp, waar meer ruimte was, te landen. De ballon zweefde vrij dicht langs de kust,
evenwijdig aan de boulevard, waar het duo een karavaan van volgende toeterende auto's en motoren en bellende brommers en fietsers kon zien. Het was mogelijk met enkele met hen te praten. Aan de fietsers schatte Godfried dat de ballon hetzelfde tempo had als een matig rijdende fietser. Hij liet een briefje naar beneden dwarrelen met de tekst: wie dit vindt, mag het naar mijn huisadres sturen. Het briefje kwam inderdaad terug en Godfried plakte het later in zijn plakboek. Bij het dorp, waar toen nog geen noemenswaardige hoogbouw stond, gooide Boesman wat ballast uit, waardoor de ballon genoeg steeg om over de huizen te komen. Bij strandpost de Rotonde zou een klein meisje hebben geroepen: gaan jullie de zee in? Dit is de rotonde op dit plaatje. Ter hoogte van de in aanbouw zijnde watertoren, was toen nog niet klaar, een watertoren van 48 meter hoog, moest nog meer ballast overboord om over dat gebouw heen te komen. En daar kreeg een plotselinge rukwind de ballon te pakken. De strandgangers zagen ontsteld rond 5:30 een ballon richting zee drijven. Hoofd van de kustwacht, P. van der Meijen, waarschuwde zijn zoon Kors en liet onmiddellijk de manning van de reddingboot CAA Dudok de Wit uit de loods in de Kerkstraat halen. En ook de politie rukte uit. Boesman begreep dat er onmiddellijk geland moest worden. Maar dat was echter niet mogelijk. Die watertoren stond in de weg. En achter de watertoren was de afstand tot de waterlijn te kort om veilig op het strand te kunnen landen. En de catastrofe zou niet te overzien zijn geweest als het wel was gelukt. Want op deze Koninginnedag was het daar vol met dagjesmensen, tentjes en strandstoelen. Er was dus geen ontkomen aan. De ballon plonsde in zee bij het Zuiderstrand, ongeveer 2 tot 2,5 kilometer ten zuiden van de Kerkstraat, tussen de strandpalen 67 en 68, om precies te zijn in het derde zwin voor de vierde zandbank, 200 meter vanaf het strand, nabij het in aanbouw zijnde strandpaviljoen Zuid. Is inmiddels ook al gesloopt, heb ik begrepen. De gondel zonk langzaam. Boesman en Godfried bleven kalm en klommen aan weerszijden van de ballon in het net, zoals het handboek voor de ballonvaart in een dergelijke situatie voorschrijft. Zo kan men zich een tijdje drijvende houden, maar de ballon was een speelbal van water en wind en dreef verder de zee in, waar het steeds dieper werd. De commandante gaf daarom Godfried bevel de scheurbaan van de ballon open te trekken. Een scheurbaan is een grote strook aan de zijkant van de ballon die in een noodsituatie geopend kan worden, zodat al het gas in één keer wegstroomt. Daarmee wilde Boesman voorkomen dat de ballon nog verder zou afdrijven. Intussen stelde de 60-jarige strandpachter en erelid van de Zandvoortse reddingbrigade, Jacob Kraaienoord, ter plekke een team samen van 10 tot 20 redders, waaronder enkele bouwvakkers van paviljoen Zuid. Onder hen waren Wim Braam, W. van Keulen en Jaap Koper. Enkele redders namen planken mee van die bouwerij om de drenkelingen toe te steken. In bovenkleding of ondergoed vormden zij een mensenketen de zee in. Hier nog een plaatje van hoe de tocht waarschijnlijk gegaan is. En dit is paal 67. Dit is reddingboot Dudok de Wit. En met de schipper. En je ziet hier zo een keten van mensen die de zee ingaan
om mensen te redden. Zoiets moet het ook bij Godfried geweest zijn. De zee was spiegelglad, maar de temperatuur van het water was 6 graden Celsius. Wanneer je ongekleed in water van 6 graden terechtkomt, heb je slechts 20 minuten overlevingskans. Je kunt 200 meter zwemmen en na 2 minuten zijn je handen en voeten doof, gevoelloos en stijf geworden. Gekleed hou je het weliswaar iets langer uit. Maar de meeste redders raakten daarom door de kou verkrampt. Slechts 6 slaagden erin de drenkelingen te bereiken. Jacob Kraaienoord, Willem Dorsman, Jan van der Meijen, Ed Fransen, Jan van Sluisdam en Jacques van Egmond. Maar intussen dreef de ballon toch verder af, want niet al het gas was ontsnapt. En de ballon zou nog een kilometer verder de zee indrijven en op een zandbak blijven steken. Maar voor het zover was, stelde Godfried voor naar het strand te zwemmen. Nu kunnen we het misschien de kust nog bereiken, zei hij. Boesman wilde liever wachten. Hij vroeg haar of ze wel kon zwemmen. En hij bood aan, als je het niet meer volhoudt, dan kom je maar op mijn rug zitten. Ze liet zich door Godfried overtuigen en wikkelde nog een rood manteltje, waaraan ze gehecht was, om haar arm. Godfried deed zijn colbertjasje en grote zware schoenen uit en het koppel deed een onzalige sprong in zee. De schok was ijselijk. Ze raakte meteen verstijfd door de kou. Bovendien raakte Boesman verward in de kabels en moest bevrijd worden door Godfried. Tegen de stroom in moest in het koude water gezwommen worden. Het leken wel kilometers. Het rode manteltje werd loodzwaar en belemmerde Boesman in haar bewegingen. Ze moest uiteindelijk toch afstand doen van haar bezit. Godfried bleek nog meer moeite te hebben met het zwemmen dan Boesman. Hun krachten begaven en ze begonnen luidkeels om hulp te roepen. Ze hadden toch beter bij die ballon kunnen blijven, want reddingboot Dudok de Wit had de ballon reeds bereikt. Maar de redders waren nog niet bij de drenkelingen. Die kwamen eerst bij Boesman. Ga door, zei ze, Bomans verdrinkt. Toen de slachtoffers waren bereikt, werden de planken naar de drenkelingen toegeschoven, maar die bleken reeds te uitgeput om die vast te klampen. Door kou en tegentij kon de crawlslag niet volgehouden worden en met de schoolslag zwommen maar langzaam naar het strand. Boesman liep nog enkele passen en stortte toen neer. Godfried was buiten westen geraakt en bleek nogal wat water te hebben binnengekregen. De hulpverleners droegen de drenkelingen elk naar een ander strandtentje. Nog voor de Zandvoortse EHBO'ers ter plaatse waren, kon het echtpaar Mulder eerst de hulp verrichten. Ze waren per motorfiets de ballon gevolgd. Godfried keek mond-op-mond beademing. De slachtoffers werden ontkleed en met warme doeken opgewreven. En ondertussen waren Jo Boesman en Pietsie Bomans op de plek des onheils aangekomen. Dokter Gerke gaf een spuitje om de slachtoffers op te peppen. Ze kregen cognac, hete melk en koffie en de redding had geen minuut langer mogen duren. Toen Godfried bijgekomen was, werd hij emotioneel. Hij had gevreesd de tocht niet te overleven en had zich al op de dood voorbereid. Achteraf zei hij, ik was in de zee helemaal niet bang geweest, maar achteraf kreeg ik nachtmerrieachtige gedachten. Het had veel slechter kunnen aflopen. Met de ambulance werd Godfried naar zijn huis aan de Zonnelaan in Haarlem gebracht. En Nini Boesman naar haar logeeradres, Hotel Zomerzorg in Bloemendaal. Dat ziet er nu zo uit.
in de ambulance, waar ook Pietsie Bomans en journalist Koning zaten, lag Godfried bovenin op een te kleine brancard. En Boesman vroeg Godfried hoe hij het maakte. Hij zei dat het hem goed ging, maar hij miste zijn tabakzak. Eigenlijk was hij alles kwijt. Tabakzak, portemonnee, horloge, trouwring. De volgende dag meldde de krant het verlies van de tabakzak, waarop Godfried wel 20 tabakzakken kreeg opgestuurd. Ondertussen was de Dudok de Wit met schipper Floor Koper bezig met het oppikken van verschillende onderdelen die uit de mand waren geraakt en het binnenbrengen van de ballon. De ballon woei telkens gevaarlijk over de boot heen. Het touwwerk draaide zich om de schroef van de reddingboot. En enkele redders sprongen ontkleed in het ijskoude water om de schroef vrij te maken. Een half uur hebben zij tot aan hun hals in het ijskoude water gelegen. De boot dreef af naar paal 69. Tijdens de berging stootte de boot ook nog op een scherpe betonnen antilandingspaal van de Atlantikwal, die door de Duitsers rommelasperges werden genoemd, waardoor de kiel deuken opliep. Pas om 8 uur voer de boot binnen. De vooraf gewaarschuwde IJmuiden reddingboot Neeltje Jacoba was ook nog ter plaatse. De bemanning zocht tevergeefs naar een derde drenkeling, want Jo Boesman had immers doorgegeven dat er 3 passagiers waren. Ze wist niet dat wethouder Van Geluk al was uitgestapt. Mand, vlaggen, sleeptouw en zandzakken werden geborgen. De losse inventaris, waaronder kostbare variometer, de schoudertas van Boesman met haar paspoort, vliegbuffet en andere noodzakelijkheden voor de navigatie, alsmede beide reistassen van de ballonvaarders, verdwenen in zee. De crash, de eerste in Nederland met een luchtballon, werd de volgende dag breed uitgemeten in de dagbladen en tijdschriften, tot in onze overzeese koloniën aan toe. Nou, dit zijn een paar voorbeelden van de berichten. Ook de 60-jarige mensenredder Kraaienoord, hiervan een hele slechte foto, wiens 33e redding dit was, kwam in de krant aan het woord. Hij zou zo uit een boek van Godfried weggelopen kunnen zijn. Hij zei: "Ik zag het gebeuren, meneer, toen ik op de boulevard stond en dacht, dat gaat nooit goed. Ik rende naar mijn strandtent, deed mijn reddingvest over mijn pak en dook meteen de zee in. Elke seconde telt in zo'n geval en iets afleggen, zelfs een horloge, kan een mensenleven kosten." Achter me kwamen Willem Dorsman, Jan van der Meij en andere leden en enkele burgers. We dorsten aanvankelijk niet te water. Het was steenkoud, 7 graden. "We verdrinken zelf," zeiden mijn kameraden. Maar toen hoorden we Godfried Bomans luid om hulp roepen. "Erin, mannen," riep ik ze toe. En we gingen, hoewel we dachten dat we zelf van ons stokje zouden gaan van de kou. "Doorzwemmen," riep ik maar. En toen volgden ze alle overvaart. Het was levensgevaarlijk, meneer, ook voor ons. Ik zit er al 36 jaar vanaf de oprichting bij, maar dit was koud hoor, geweldig. Maar het was de hoogste tijd dat we de slachtoffers bereikten. Mevrouw Boesman was er het ergst aan toe, volkomen uitgeput. Met een paar man hebben we haar tenslotte aan land gekregen. "Lopen," riep ik, en ze deed het. Op het strand zakten ze echter in elkaar, maar toen hadden we het met haar gewonnen. Wat Kraaien ooit niet melden was dat hij bij de actie zijn kunstgebit was verloren. 'S avonds, oh, dit is nog zo'n rommelaspergetje.
S'avonds in zijn bed schreef Godfried zijn beloofde stukje voor het Haarlems Dagblad. Het was getiteld Ik zag de wereld op haar mooist. Daarin schreef hij: Het is een merkwaardige belevenis. Het leven trekt uit armen en benen weg. De adem stokt. Men voelt zich langzaam verlammen. Voor zich ziet men evenwel de wereld op haar mooist. Hotels, badstoelen, terrasjes en kleurige zonneschermen. Alles met blinkend licht overgoten. Maar gaandeweg groeit de zekerheid dat ge dit paradijs nooit bereiken zult. Vreemd is het dat bij het allengs trager worden van elke beweging, terwijl ook af en toe het hoofd onderduikt en steeds meer water naar binnen stroomt, de gedachten helder blijven. Ik weet niet wat Nini Boesman, die vlak bij mij worstelde en al die tijd geen klacht geuit heeft, dat kwartier aan gedachten had, want ik heb haar sindsdien nog niet gesproken. Bij mij was de hoofdervaring, dit is nu sterven, en een grote nieuwsgierigheid naar die gewaarwording, vooral het einde ervan. Dit zal u misschien ongeloofwaardig voorkomen, omdat gevoelens van angst en vertwijfeling veel meer voor de hand liggen. De aanwezigheid daarvan wil ik echter geenszins ontkennen. Ze waren in ruime mate mijn deel, maar tegelijkertijd en daardoorheen het besef, dit is het dus. Laat ik dit bewust doorleven. De volgende dag inspecteerden de Boesmannen de restanten die keurig bij Hotel Zomerzorg waren afgeleverd. Zo goed en kwaad als het ging, maakten zij de boel schoon. De onderkant van de ballon was voor een derde deel door de rommelasperges afgescheurd en moest in het buitenland worden gerepareerd. Alleen Belgische en Franse specialisten waren daartoe in staat. Dezelfde stof bleek niet meer voorradig te zijn, zodat de Henri Dunant na reparatie net een lappen deken leek. Een enorme schadepost, want van alles was verzekerd, maar niet de ballon. 'S middags bezochten Boesman en Godfried hun redders. De mannen verklaarden zich van harte bereid zich opnieuw in het koude water te begeven als dat nodig mocht zijn, omdat zij het redden als hun plicht beschouwden. Doch de weliswaar vermoeide, maar alweer gelukkig lachende schrijver had hem meegedeeld niet bereid te zijn aan deze edelmoedigheid nogmaals zijn medewerking te verlenen. Als dank bood hij een gesigneerd boek aan. De echtgenote van Kraaienoord vertelde welke vergeefse pogingen zij had aangewend om hem ervan te weerhouden zijn leven te wagen. Maar het hielp niks, zei ze, want als die ouwe iets wil, dan kun je desnoods om zijn nek gaan hangen, maar je houdt hem toch niet tegen. Godfried ging die dag ook nog bij Lodewijk van Dijssel schaken, maar repte geen woord over zijn avontuur. Dat deed hem bij de literaire grootheid in achting stijgen. 'S avonds werd Godfried verwelkomd bij Sociëteit Teisterband, waarbij vicevoorzitter Ali Cohen, dit is hem, verzocht in de toekomst zijn overmoed wat meer te beteugelen, aangezien letterlievend Nederland in het algemeen en de sociëteit in het bijzonder hem niet kunnen missen. Mevrouw Hans van Zijl, waar het vorige portretje van was, de vrouw van schilder Otto B. de Kat, droeg een gelegenheidsgedicht voor en de heer Plantijd overhandigde een zeer toepasselijke prent van Daumier, voorstellende een paar hulpbehoevende drenkelingen. Na een paar dagen werd tweetal opgeroepen door de politie van Zandvoort, want er was een heleboel aangespoeld. De agenten hadden alles keurig op de grond uitgespreid. De kaarten waren aangetast, een tas en de instrumenten waren niet meer te gebruiken. Zelfs de portefeuille van Godfried zat erbij. Boesman zei nog, wat gek van dat jasje, waarom heb ik niet geprobeerd om een instrument mee te nemen? En toen zei Godfried, je dacht natuurlijk, straks moet ik netjes op het strand verschijnen. De rampvlucht weerhield de Boesmannen niet van meerdere vluchten.
In mei vlogen ze alweer in Noorwegen met een andere ballon en in juli in Denemarken. In september in Duitsland en in Nederland. En met Simon Carmichelt aan boord vloog Nini Boesman in de gerepareerde Hanke Doenal in september van Schiedam naar Beverwijk, waarbij een tussenlanding gemaakt moest worden op het dek van een boot op de Kagerplas. De rampvlucht werd onderzocht. Op 13 november 1951 betoogde de generaal-directeur van de Rijksluchtvaartdienst, de heer Bakker, hier zijn portret, bij de Raad van de Luchtvaart, dat de commandante onzorgvuldig had gehandeld en eiste een berisping. Hij betoogde, bij vertrek was het een jamboel. Er stonden kleine kinderen dicht bij de ballon en ook grotere, waardoor het uitwegen van de ballon nagenoeg onmogelijk was. En niet de ballonmeester, maar de commandante was verantwoordelijk voor vertrek. De meteorologische dienst had die dag gewaarschuwd voor verschillen van temperatuur boven landoppervlak en zeeoppervlak. Een ballonvaart in de buurt van zee zou onder dergelijke omstandigheden niet ondernomen mogen worden. Ook waren er geen reddingvesten aan boord. Boesman legde Bakker uit dat een onverwachte windvlaag de oorzaak was geweest en nodigde hem uit voor een ballonvaart, zodat hij zelf kon ervaren hoe het werkt. Hij nam de uitnodiging aan en een paar weken later voeren ze tot vlak over de grens met Duitsland. Op 11 december 1951 oordeelde de Raad van de Luchtvaart dat de commandante niet voldoende inzicht had in weersomstandigheden en verwachtte dat zij betere kennis van meteorologische verschijnselen zou verwerven en meer voorzichtigheid zou betrachten bij vluchten in het grensgebied van circulatieveranderingen. De raad vond geen aanleiding tot een berisping of andere tuchtmaatregel. De ballontocht veroorzaakte ook enige creativiteit. Bij het Bloemencorso, later dat voorjaar, maakten de Haarlemmers Terstal en Huibers hun wagen op als Godfried van Ballon. In het nieuwsblad van Sumatra werd op 2 augustus verslag gedaan onder de titel Zandvoorts drama als klucht herleeft, de allerdolste verrassing van het Corso. Godfried schreef over dit avontuur Ik zag de wereld op haar mooist, maar ook in de Pim, Frits en Ida-reeks komen elementen van de onderneming voor in de deeltjes De ontsnapte ballon en Verdwaald op zee. Maar ook in sprookjes als De wolkenboom, De waaiman, De vleugelman is vliegen een thema. En in Met een luchtballon naar Engeland en in De avonturen van Pa Pinkerman liet Godfried zijn fantasie de vrije loop. En niet te vergeten natuurlijk Erik op de Vlinder uit Erik of een klein insectenboek. Godfried bezocht ieder jaar de bijeenkomst van de Haagse Ballonclub in de rolzaal van het Binnenhof. Hij werd er erelid. Voor de ballonclub bedacht hij een doopceremonie. Ieder die een ballontocht had meegemaakt, werd gedoopt met zand en champagne. Godfried hield dan een toespraak en op het einde zei hij dan: ballast ben je en ballast zal je blijven. En dan moest dopeling antwoorden: ik ben niets, de ballonkommandant is alles. Ik ben een waardeloze zak met zand. Boesman bood Godfried aan mee te gaan op een ballontocht op 31 augustus in Breda. Hij was razend enthousiast, maar toen puntje bij paaltje kwam, stapte hij niet in. Een volgende keer dat hij werd uitgenodigd, belde hij op dat hij niet op tijd kon komen. Het was toen Boesman wel duidelijk dat hij niet meer durfde. Dat had hij eigenlijk ook al eerder gezegd. Altijd als ik met een luchtvaartuig meega, gebeurt er iets. Dat weerhield er hem niet van om nog vele malen in een vliegtuig te stappen om elders op de wereld op te treden. Want Godfried was behalve schrijver, radiostem, televisiester
redenaar, ook avontuurlijk aangelegd. Maar een uitnodiging voor een ballonvaart sloeg hij voortaan in de wind. Dank u wel.